Dit is het nieuwe 2024 fiets van Kalkoff. Nou, een unicum onder de NT-serie. Normaal heb je de NT-serie met een derailleur schakelsysteem. Maar nu heb je dat met een Enfiolo naversnelling in combinatie met de riem. In deze video ga ik alles over de fiets vertellen wat deze zo bijzonder maakt. De geometrie komt aan bod, de maatuitvoering, de verschillende kleuren, het aandrijvingssysteem. En alles komt aan bod in deze video, dus blijf kijken. Ja, zoals gezegd, de NT-serie komt normaal gesproken met een derailleur schakelsysteem. In 2024 modellen heeft Kalkoff besloten om één model met een riemaandrijving te laten komen in combinatie met een naversnelling van Enfiolo. De Enfiolo Tracking zit hierop, de handmatige versie. Je hebt ook de automatische versie hiervan. Kalkoff gebruikte dan in het image model de image 5.b Excite Plus. Dat is eigenlijk soortgelijke fiets als deze, maar dan met een automatisch schakelsysteem. Maar vandaag over deze mooie fiets. Nou, kort gezegd, verschil tussen NT's en image serie is voornamelijk dat NT's meer sportievere fietsen heeft. Althans sportiever uitgeruste fietsen, want het frame en geometrie dat blijft eigenlijk hetzelfde. Mocht je binnen de 5-serie blijven. NT staat bekend om de grove bandprofiel. Dat herken je eigenlijk direct aan de grove banden. En de stuurbocht is rechter en breder als je dat vergelijkt met de image. Stuurbocht is hetzelfde, afstand is hetzelfde. Dus je kan wel een rechte zithouding creëren. Maar je handen, je handen zijn dan wat meer uit elkaar als je dat vergelijkt met de image-serie. Nou, dat gezegd te hebben, gaan we verder met de geometrie en de maatuitvoeringen. Je hebt deze in een comfort model en een zogenaamde diamond model. Hoe je hem hier ziet met een stang ertussen. Het comfort model die begint met de maat 43 centimeter, loopt tot 58 centimeter. De diamond model, het diamond model komt, die begint van 48 centimeter. Daarna heb je de 53, 58 en 63 centimeter framehoogte. Deze fiets komt in twee verschillende kleuren. De Moonstone Grey, dat is een hele mooie matte lichtgrijze kleur. En deze Dark Spring Glossy kleur. Nou, het is blauw, het is groen. De ene zegt groen, de ene zegt blauw. Het zit een beetje tussenin, maar het is een hele mooie kleur. Deze komt zowel in de diamond uitvoering als de comfort uitvoering. Geometrie van deze fiets, ja, je hebt eigenlijk een 90 graden zithouding, een rechte zithouding heb je, maar je kan hem ook sportiever creëren omdat de stuurbocht heel goed verstelbaar is. Deze fiets komt standaard met wat dikkere spaken. Deze spaken kunnen tot 170 kilo belast worden. Vergeet het gewicht van de fiets niet bij te tellen, dat is rond 30 kilo. Daarna komt het gewicht van de persoon bovenop en daarna het gewicht wat overblijft kan je aan bagage meenemen. Nou, we gaan verder met de motor, het aandrijvingssysteem van deze fiets. Ze gebruiken de Bosch CX Performance Line motor. Dat is een motor met een 85 Nm. Dat is ook een verschil als je dat vergelijkt met de Image 5.b, bijvoorbeeld Excite Plus, de Benelux serie. Die heeft dan een 75 Nm motor. De 85, ja, dat is een kleine overbrugging, 75-85. Maar het binnenwerk en het softwarematige deel van de motor is wel anders. Het is veel agressiever. Het pakt directer op. Het trekt rapper op als je dat vergelijkt met Performance Line motor. Maar via de app, omdat het een smart systeem is, via de app kan je elke ondersteuningsstand nog naar wens aanpassen. Mocht u hem te rap of dynamisch vinden, kan je hem wat meer soepeler laten rijden. En dat heeft ook consequenties natuurlijk voor de accuverbruik. Nou, deze fiets kan je prima in een stadsverkeer rijden, in een heuvelachtig gebied, maar ook in een bergachtig gebied kan je prima met deze fiets rijden. Standaard krijg je de Kiox 300 erop. Het scherm kan je ook upgraden naar de Kiox 500 of de Purion 200. Smartphone grip. Nou, we hebben een speciale video met alle displays van Bosch.
bekijk die video ook, zou ik zeggen. Maar de upgrade mogelijkheden zijn er altijd. Maar je krijgt gelijk wel een luxere Kyox 300 display. Wat het display en de motor voedt is de accu. Maar liefst 625 wattuur krijg je standaard erbij. Er is ook geen mogelijkheid om het up te graden of down te graden. Dat is één accu en die is 625. Ben je benieuwd naar de actieradius? Bosch heeft een mooie calculator op haar website. Een link daarvan zie je in de beschrijving van deze video. Klik erop en dan kan je verschillende factoren invullen. En dan kom je bij een hele goede, accurate actieradius die je kan verwachten. In combinatie met deze motor natuurlijk van deze fiets. Nou, deze fiets heeft zoals gezegd het smart systeem van Bosch. Weet je niet wat het smart systeem is of ben je benieuwd wat het is? We hebben een complete serie gemaakt van het smart systeem, omdat het zo'n breed begrip is en je kan heel veel dingen mee doen. Hebben we meerdere video's daarvan. Een link naar het heel het smart systeem serie zie je ook in de beschrijving van deze video. Nou, we gaan dan verder naar de overige specificaties van deze fiets. Bagagedrager, je hebt een MIC HD bagagedrager. Dat is een geïntegreerde kliksysteem is het. Je kan je fietstas, je dubbele tas, je bagagedragertas, kan je erop klikken en eraf halen. Maar omdat het een MIC HD is, kan je ook een kinderzitjes met een MIC adapter kan je erop klikken en eraf halen. Verder de riem, CDX Gators riemaandrijving zit erop. Tot 30.000 kilometer heb je geen onderhoud aan nodig. Met lauw water even spoelen als het zanderig of korrelig wordt. Maar verder hoef je eigenlijk niet naar om te kijken. Enviolo systeem. We hebben ook een aparte video over de Enviolo. Maar kort gezegd, het is een traploze schakelsysteem. Je voelt de schakelovergangen niet. En je schakelbereik is tot 380%. Dus het laagste versnelling en de hoogste versnelling. Het hoogste versnelling is dan 380% zwaarder ten opzichte van het laagste versnelling. Het is traploos en je kan onder belasting kan je gewoon doorschakelen. Dus terwijl je aan het pedaleren bent, kan je gewoon schakelen. Dat is geen enkel probleem voor de NAV. De verende voorvork en de verende zadelband, dat is ook van betere kwaliteit als je dat vergelijkt met de fietsen binnen de 3-serie van Kalko bijvoorbeeld. Het veert veel fijner en sublimer. De verende voorvork kan je uitschakelen en inschakelen. Dus je kan hem op slot zetten. Maar je kan ook, je kan hem ook afstellen door middel van lucht. Dus je kan meer bijpompen als het nodig is of meer lucht eruit halen. En de rebound kan je ook instellen. De rebound houdt in hoe snel, als je eenmaal veert, hoe snel die weer omhoog komt naar het juiste stand. Nou, de banden van deze fiets vallen eigenlijk direct op door die mooie combinatie bruin en zwart. Dat zijn de anti-lek banden van Maxxis, 60 mm maar liefst breed. En het heeft een wielmaat van 29 inch. Nou, binnen de 7-serie van Kalkoff heb je 27,5 inch wielmaat. Maar binnen de 5-serie heb je dan 29 inch wielmaat. Deze fiets heeft dus een wielmaat van 29 inch. Hierdoor valt eigenlijk een framemaat van 53 hoger dan een andere normale fiets die 28 inch wielmaat heeft. Dat klinkt heel raar, want framemaat is eigenlijk altijd gelijk. Van het toppunt van het zitbuis wordt opgemeten tot hier eigenlijk. Dat is dan in dit geval 58 centimeter. Maar als je dan van het toppunt van het zitbuis tot de grond opmeet, dan is het eigenlijk groter, hoger dan een 28 inch, omdat de wielmaat gewoon 1 inch groter is. Dus de fiets valt eigenlijk groter als je dat vergelijkt met een 28 inch wielmaat, wat eigenlijk de meeste fietsen hebben. Tot slot het remsysteem. Tektro T535 schijfremmen zitten hierop. Nou, dat is een remsysteem met maar liefst 4 pistons. Hierdoor rem je eigenlijk heel subliem, heel comfortabel en direct sta je eigenlijk stil als dat nodig is. Ik hoop dat je wat hebt aan deze informatie. Heb je vragen, stel ze gerust in de comments onderaan de video. Kom bij ons langs in de showroom voor een proefrit. Je kan eenvoudig een proefrit aanvragen via onze website. Klik in de link onderaan. Kom je op het productpagina, kan je wat meer informatie bekijken. En dan kan je zo eenvoudig een proefrit maken. Of ik of een van mijn collega's kunnen je te woord staan. Kan je een mooie proefrit maken, kunnen we de maten bepalen.
We nemen rustig de tijd voor je. Kunnen we de fiets afstellen hoe jij het wilt. Dus kom gerust gezellig bij ons langs in Barendrecht. Ja, mocht je wat hebben aan deze informatie, zouden we het waarderen om de video te liken. Abonneer op onze kanaal als je meer van zulke video's wilt zien of niks wilt missen op gebied van e-bike en technologie. Bedankt voor het kijken en een hele fijne dag verder.